kon me niet inhouden en ik moet echt gewoon altijd iets met chocola in huis hebben. Zo sta ik elke ochtend te staren naar de trek en dan denk ik, hoeveel nou precies mijn kamer kost. En... Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is nu 7:15 en de vakantie is voorbij. En ik moet nu echt naar school. Ik moet dus om 7:30 in de tram zitten. Yippie. Ik begin vandaag op het Amfi weer met een nieuw project. Ik zie er ook echt lekker flapped uit. Maar ik heb niet zo heel veel zin om mijn best te gaan doen op dit tijdstip. Ik heb een nieuw project en dat heet Triptyque. En het is een project van maar 3 weken. Met alle branders, designers en managers door elkaar. Dus volgens mij is het geen triptyque, maar hectiek. En ja, ik ga maar snel even mijn tanden poetsen. Mijn spullen pakken en naar school toe. Ik ben weer thuis en het is inmiddels alweer bijna 6:00. En ja, ik weet eigenlijk niet wat ik vandaag ervan vond op school. Ik heb er in ieder geval niet heel veel over te zeggen. Ik zal later nog wel een keertje vertellen wat voor project precies doen. Want momenteel snap ik het project eigenlijk ook nog niet echt. Dus ja, dan kan ik het ook niet echt uitleggen. Maar ik ga nog eventjes kijken of ik wat Italiaans huiswerk kan maken. En dan komt straks Jeffrey hier en gaan we heel eventjes snel een soepje eten. En dan naar Italiaanse les toe. Ik zit nu op mijn nieuwe bankje. En I like it. Het is mijn nieuwe lievelingsplek. Zo lekker als je een eigen bank hebt in je kamer en zoveel ruimte. Ik word elke keer heel erg blij als ik weer in mijn kamer kom. Wat vind je van mijn nieuwe bank? Lekker blijven wonen. Ja? Ja. Slaap jij dan op de bank? Ja. Oké, okay, dan slaap ik wel in mijn bed. Heb jij je Italiaanse huiswerk gemaakt? Nee, nog niet. Ik wilde het ook gaan doen. Foei. Sorry. Het was vakantie. En we hebben avondeten gemaakt. Heel simpel. Paninis. En we hebben een soepje. We gaan lekker voor de tv avondeten. Doet elke keer en telkens weer. Ik kan altijd bouwen op mij voor altijd. Als ik niets heb, baby. Dan moet jij. Louis Vuitton, geen my brand. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik heb heel veel mega haast. Dus ik ga nu naar school toe. Ik heb vandaag mijn nieuwe baretje op. Een streepshirt aan. Ik heb even een vest aan omdat ik het koud had. Mijn nieuwe Levi's jeans. En ja, laarsjes. Dus ik ga nu naar school toe en ik neem jullie vandaag weer mee. Ik ga nu avondeten maken en ik eet een salade met carpaccio, met tomaat en kaas. En ik eet er nog 2 broodjes bij en ik doe ook nog een ei door de sla. En ik heb hier ook nog mijn thee staan van de high tea. Die heb ik in leuke potjes gedaan, dus dat ziet er heel gezellig uit. En dit is het resultaat. En ik ga weer Vampire Diaries kijken. Dit is mijn nieuwe favoriete eetplek, lekker voor de tv. Goedemiddag, het is vandaag woensdag en ik ben weer terug van school. Ja, en ik ben weer thuis en ik ga zo eventjes middag eten, want ik heb het middageten soort van overgeslagen. Het is nu al 4:30. Ik weet niet, ik voel me een beetje moah. Het is grijs weer buiten. De school is weer begonnen. Ik heb constant van die schrale lippen die dan zo openspringen. Wat dan gaat bloeden en zo. Ja, niet heel erg positief. Maar ik ga proberen om nog iets te maken van vandaag. Het liefst spring ik gewoon hier weer in bed. En lees ik even de Linda Meijden. Kijk ik op mijn tablet nog een serie en val dan lekker in slaap. Kennen jullie dat gevoel als je dan thuis komt van zo'n
ja, van zo'n dag dat je weer lekker in bed wil. Ja. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben net wakker en ik heb eventjes ontbijt gemaakt. Ik weet niet of het er lekker uitziet, maar ik maak dus elke ochtend havermout omdat het één mega goedkoop is. Ik koop gewoon de goedkoopste bij de Albert Heijn. En ja, het vult heel erg en heb ik niet gelijk als ik op school kom weer honger. Dus ja, ik ga nu eventjes mijn bakje met havermout opeten. En daarna ga ik douchen, omkleden en weer naar school toe. Zo sta ik elke ochtend te staren naar de trek en dan denk ik, wat moet ik aan? En ik zit te denken om dit topje met deze blazer aan te doen. Want dat heb ik al echt heel lang niet aangehad. En dan met mijn nieuwe Levi's jeans, waar ik nu echt al in leef, want ik heb die al de hele week aan. Of deze witte trui met dit Levi's jasje. Of dit rode t-shirtje met dit bomberjackje en dan een flared pants eronder. Ik ga nog heel even kijken wat ik aan doe. Het is toch iets anders geworden. Namelijk mijn Levi's jeans, laarsjes van Replay, een shirtje van Ralph Lauren. En dit jasje wat ik al heel lang heb en ik weet eigenlijk niet waarvan het is. Maar het is een heel mooi jasje, de mouwen zijn van leer en dit is een ander stofje. Ja, dat is mijn outfit van vandaag. En de dag zit er weer op. Ik ben weer thuis. Ik ben net thuis van school en het is nu 6 uur. En ik ben best wel een beetje moe. Maar ik ben toch eventjes langs de supermarkt gegaan om dit te halen. Want dat heb ik wel verdiend na zo'n lange week. Ik kon me niet inhouden en ik moet echt gewoon altijd iets met chocola in huis hebben. Dus ik heb even Tony's gehaald. Ik vind Tony's repen trouwens best wel duur. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar zo'n reep was €2,50. Maar ja, ik vind het wel de lekkerste. Dus ik heb toch deze gekocht. En ik ga nu even chillen. Even mijn jas uitdoen. En joggingbroek aandoen. En dan... ja, straks weer even koken. En ja, ik kan niet wachten tot het weekend. Want dan ga ik eindelijk weer even wat leuke dingen doen. En die eerste schoolweek valt me toch best wel een beetje zwaar. Ik moet ook nog deze vuilniszak wegbrengen. En ik heb avondeten gemaakt. Aardappeltjes, een hamburger en sla. En ik ga Netflix kijken. En dit... is eigenlijk mijn hele leven. Eten, Netflix, eten, Netflix. Ik vind Tony's op een of andere manier super slim. Omdat ze zo'n vaag patroon in hun chocola hebben. Want daardoor breek je volgens mij veel meer af. Want normaal doe je gewoon geordend. Dan zeg ik nou 2 van die stukken of zo. En nu denk je elke keer, oh maar dit is een raar stuk. Ik doe nog wat, ik doe nog wat. En dan is zo je hele reep op. Heel apart. Hebben meer mensen deze gedachten over chocola of ben ik de enige die zo raar is? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik ga again straks weer naar school toe. En ik had volgens mij nog beloofd om te vertellen wat voor project ik nou precies op school doe. Dus dit is eventjes een make-up amfi-talk. Nou, ik zit in de managementklas. En management, design en branding zijn aparte afdelingen. En in dit project zitten we allemaal door elkaar, net zoals in het eerste halfjaar. En moeten we binnen 3 weken een opdracht doen. Het is best wel druk en hectisch en ook best wel vaag. Dus ik kan niet zo goed vertellen wat we nou echt precies moeten doen. Dat zal ik me wel nog wel eens laten zien. Ik ga nu verder met opmaken en tas inpakken en dan ga ik naar school toe. Kijk eens wie we daar hebben. Hoi. Ja, ik was in de buurt, dus ik dacht ik kom even langs. Yay. Het is weekend, het is weekend. Yes. Ik ga wel weer voorzitten, zo op de grond. Ja. Ik heb de voice aanstaan. Ik heb kaarsjes en een banaan.
Oh, lekker. Bananenschil. Daar ligt chocola. Oh, lekker. Nou, want dat, dit. Dat mag nog even niet. Of toch wel. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en gisteren was een hele drukke dag op school. Maar vandaag is het weekend en Jeffrey is hier en we gaan zo eventjes naar de Nike outlet toe. Want Jeff zoekt nog nieuwe sportschoenen en we gaan denk ik ook nog eventjes lunchen. En vanavond komt ook nog Marijn mijn nieuwe kamertje bekijken en we gaan gezellig koken en series kijken. Dus het wordt echt een super 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 leuke dag en ik heb er heel veel zin in. Ik heb hetzelfde aan wat ik een paar dagen geleden ook aan had. Gewoon mijn broek van Levi's en dit shirtje van H&M wat ik al heel lang heb. En mijn mooie baretje van Atelier de Femme. Dank u wel, meneer. Kom maar. Ik wil die andere jas aan. Ik ben lekker schoentjes aan het passen. En we hebben een tosti en een broodje kroket. Kroket. Lekker. En jij hebt nieuwe schoenen. Kijk maar. Nieuwe schoenen van Jen. Ik ben samen met Marijntje. Hallo. Wat vind je van mijn kamer? Fantastisch, geweldig. Kan niet beter. Dankjewel, dankjewel. En wij gaan lekker pannenkoeken bakken. Pannenkoeken bakken. Pannenkoeken bakken. En we zijn al lekker bezig met de pannenkoekjes. Kan jij zo gooien? Nou, als het er in de pan moet komen. Ik ook niet. Dus ik doe het gewoon lekker zo. Nummer 1. De pannenkoeken zijn klaar. We hebben spek. We hebben normaal. We hebben appel. We hebben Marijn. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Het is vandaag zondag en ik heb net een video gefilmd. Ik heb een shoplog gemaakt over al mijn opkamers en interieurspullen. Dus ik weet niet of die nu online staat, maar anders zien jullie hem binnenkort online. En ja, ik ga vandaag gewoon video's editen. Ik moet nog Italiaans huiswerk maken. Ik heb nu weer honger, dus ik ga eventjes een broodje eten. Ik heb broodjes gemaakt, maar ik heb zo'n honger dat ik al een hapje heb genomen. Een hapje of drie. Ik ben even de comments aan het lezen van mijn afgelopen video's. En ik ben een beetje aan het reageren. En ik krijg heel vaak de vraag hoeveel nou precies mijn kamer kost. En ik voel me niet echt verplicht om alles te delen en alles op het internet te zetten. Dus ik hou dat liever voor mezelf. Maar ik kan jullie wel een beetje indicatie geven als jullie benieuwd zijn hoeveel nou ongeveer een kamer in Amsterdam kost. Want ik moet je zeggen, het is wel echt bizar duur, vind ik. Gewoon niet echt in het centrum van Amsterdam, want dat is echt niet te betalen. De kamers zijn echt heel erg klein. Echt kamers van 10 vierkante meter kunnen zo 600-700 euro zijn. En dan heb je eigenlijk een heel erg klein hok. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, want ik ken ook wel mensen die wel een betaalbare kamer hebben. Maar ja, dat is meestal via en best wel lastig om zoiets te vinden. Op Facebook heb je bijvoorbeeld de zoekkamer in Amsterdam community. En je hebt nog veel meer van zulke soort groepen. En als je daar even in kijkt, dan zie je al snel hier 595 euro voor 7 vierkante meter, 580 euro, 600. Nou, zo kan je een beetje achterkomen wat nou een beetje de prijzen zijn in Amsterdam. De prijzen in Amsterdam liggen al snel rond de 500. Ja, als je goed je best doet, heb je voor 400 ook wat. En lager dan dat heb ik het nog niet vaak gehoord. Wel in de steden om Amsterdam heen. In Diemen, Amstelveen, eromheen. Maar echt Amsterdam zelf en met name het centrum is gewoon vet duur. En ja, bizar eigenlijk. Ik ben bezig om de vlog te editen die jullie nu aan het kijken zijn.
Daarom ga ik deze vlog ook afsluiten. Vond je dit een leuke video? Doe dan duimpjes omhoog. Ik weet dat het gewoon een saaie schoolweek was. Dus hopelijk vonden jullie het wel nog een leuke video. En ja, ik vind het leuk als jullie een reactie achterlaten. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.